Hallo allemaal. Ik zie de eerste alweer binnenkomen. Petra, welkom. Een beetje in het midden anders leggen. Zo. Oh, kijk eens. Maria, Mieke en Dineke, Christine. Leuk dat jullie komen kijken. Allemaal nieuwsgierig naar het eerste kerstpapier, tenminste. Volgens mij is het eerste wat uit is. Hoi Wiebrich en Esther. Leuk zeg. Beetje vreemd zo halverwege de middag. Maar ik zag verder ook geen tijd. En ja, als het eenmaal binnen is, wil ik heel graag met jullie even laten zien. Want het is natuurlijk echt een hele mooie lijn. En vooral als je niet altijd traditioneel wil, is dit echt erg mooi. Dus het was een beetje Sinterklaas voor mij toen de postbode was geweest. Dag Bianca, Sonja. Leuk zeg. Nou, ik denk dat ik maar gewoon ga beginnen. Want het eerste traject, om het maar zo te zeggen, is papier. Je kan het zo gek niet noemen, maar het is er. En het is voor iedereen wel wat. Het kleine blokje, 15 bij 15. Kent iedereen. En ik denk als ik van één blokje even alles laat zien. Doe ik even met het kleine. Dat is wat voor mij wat handiger. Dan kun je je wel voorstellen dat het in de blokken daarna wat grotere afbeeldingen zijn. Maar voor de kaartenmaaksters is dit denk ik een heel mooi blok. Je hebt het blok dus 15 bij 15. Deze is 20 bij 20. En het A4 blok. Dan weet ik alleen niet of daar ook extra dingen in zitten, zoals gewoonlijk. Nee, volgens mij hier gewoon hetzelfde. Meestal op de achterkant hier ook, dus dat maakt niet uit. En dan hebben we natuurlijk het allergrootste blok. En daar zitten ook de gewone vellen in, 30,5 bij 30,5. Dus je kan kiezen. Ik denk voor mij dat het kleine blokje en die 20 bij 20 wel ideaal zou zijn. Maar ja, als je grotere albums maakt, is natuurlijk de grotere wat makkelijker. Ik denk dat ik gewoon deze even laat zien. Dan hebben jullie eigenlijk de andere ook gezien, zeg maar. Alleen dan moet je ze even iets groter denken. Nou, dit is, vind ik zelf altijd wel leuk. Ik maak er meestal tagjes van om de hoekjes even schuin weg te knippen. En dan heb je gewoon een leuk label tag, of hoe je het wil noemen. En de kleuren, kijk hoe gaaf dat is. Ook deze zijn dubbelzijdig. Zoals kijken, als het licht uit is. Is het dan beter? Nee, hè? Ik denk dat het zo toch even beter is. En van elk dessin zitten er 5 in. Dus je kan voorlopig vooruit. De achterkant van dit vel is, lijken wel nota's, muzieknoten, balkjes. En het zijn echt hele mooie zachte pasteltinten. Deze is ook zo mooi. En ik hou voornamelijk ook van die, nou ja, ik noem het ouderwetse vintage. Kerstmannen en ook de lettertypes vind ik erg mooi. En hier zie je dat het roze weer wat harder en wat voller terugkomt in het vel. En de achterkant is een streepje waar ook diverse kleine woordjes op staan. Lijntjes. En als je goed kijkt, kijk hier eens, zie je hem ook nog in het hoekje staan. Kun je ook nog gebruiken. Dan gooi je niks weg. Dus ook hier zitten er natuurlijk weer 5 in. Dan heb ik een totaalplaatje van een liedje. En ik ga eens even kijken of ik dat kan. Walking in a Winter Wonderland lijkt het me. Nou ja, dit is natuurlijk ook heel erg leuk om los te knippen. En het ziet er gewoon heel anders uit nu in roze in plaats van rood of groen. En ik hou daar wel van. De achterkant zitten weer kleinere plaatjes in. Kleine vlaggetjes. Let it snow, dus het is ook een beetje winterspapiertje. Nou, kijk eens. Het snoephuisje. Cookies voor Santa. En dan gaan we naar de volgende. Even kijken. Dat zijn deze. Ik vind het groene trouwens ook zo mooi bij dat roze pak passen. Had ik eigenlijk niet verwacht, maar nu ik het zo bij elkaar zie, vind ik dat toch erg mooi. Ook hier weer allemaal losse kaartjes die je kan verwerken in je album. Of in een zakje steken dat je een soort label pocket hebt. En de achterkant zijn de kerstbomen, als ik me niet vergis. Ja,
zien we kerstbomen en huisjes. En hierboven ook weer een randje. Kun je leuk een banner van snijden. Hier zitten er ook weer zes van, vijf van in. Ik ga nu allemaal fantaseren. En dan de langwerpige of de horizontale banners vind ik ook altijd leuk. Let it snow staat hier onder andere. De mokjes van de winter. En ook deze. Super romantisch eigenlijk wel. Hier staat Merry en Bright op. En dan. Oh, de achterkant vergeet ik helemaal. Dit is een beetje. Ja, wat is dit voor kleur? Heel lichtbruin, denk ik. En het zijn allemaal vlokjes als het ware. Heb ik de andere natuurlijk ook vergeten. Oh nee, die heb ik wel gedaan. De boom, ja, oké, valt mee. En dan hebben we nog, ik denk de laatste alweer. De chocolademelk met slagroom. Erg lekker, zelfs in de zomer denk ik lusten we dat wel. Als jullie vragen hebben, ik kijk zo nu en dan eens even om, zodat ik zie wat jullie zeggen. En dit heeft wel een beetje van dat Zweedse kerst af. Een beetje dat geborduurde stiksteekjes en dat soort dingen. Wit met roze. En ik denk dat ik ze eigenlijk wel heb gehad nu. Ja. Dus dat eigenlijk zit hetzelfde in elk pakket. Alleen hier van de grote zitten er wel ook zes in, maar dan maar vier van elk. En de rest is allemaal vijf van elk. Dus je kan zelf kiezen wat voor jou een handig maatje is als je gaat scrappen. Wat ga ik eerst doen? Ik ga wel eerst even de dingetjes doen die je erbij kan kopen. En dat vind ik zo fijn aan Prima Marketing. Ik koop, als ik een lijn echt helemaal te gek vind, dan koop ik ook de bloemen, de kaartjes, alle frutsels die erbij zitten en die ze uitbrengen. Die bestel ik er ook bij, want het maakt je boekje wel helemaal compleet. En onder andere hebben ze dus de journaling cards. Dat zijn fragmentjes eigenlijk uit het papier gehaald op een klein kaartje. En die kun je. Zo, oh, even opensnijden. Het zit altijd natuurlijk wel heel goed vast. Kijk. En dit zijn zelfs plaatjes die niet in het papier zitten. Wat nou eigenlijk wel weer heel zonde is. Kijk nou. Wat leuk. Ik zal even iets omhoog gaan. Kijk, de achterkant ook. Wereldbolkaart. Achterkanten zijn tot nu toe allemaal gelijk. Ja, die zijn allemaal gelijk. Het is natuurlijk leuk om teksten op te stempelen voor jezelf. En hier zitten van elk drie in, zo te zien. Loop er even doorheen, dan kunnen jullie het bekijken. Drie keer achter elkaar. Holy Jolly is ook leuk natuurlijk, of Holly Jolly. Ook weer de sneeuwvlokjes. Nou, ons rendiertje is er ook weer bij. Je kan ook zeggen, als er meerdere zijn die dit een leuke lijn vinden, deel de kaartjes door drieën. Als je zegt, ik hoef niet zoveel. Let it snow. Kerstman. Deze vind ik zelf ook erg leuk. Kan je zelf nog wat opschrijven als je zegt, ik maak een kerstalbum. Of voor de December Daily. Santa Claus So Jolly. Jolly, dat ken ik niet, dat liedje. En ook daar, oh kijk, ook erg mooi. Ik hoop ook een beetje. Anders moet ik zo even kijken. De kerstbal. De koekjes. Even kijken. Ook erg mooi. Het is net een echte foto bijna. En dan hebben we hem weer. En dat zijn de laatste. Oh nee, nog één. En dat is een tekst. You are magical. Dat zijn de kleinere kaartjes. Nu zal ik even kijken, want volgens mij de grotere zit hetzelfde in, alleen dus in een grotere maat. Ze hebben het altijd wel goed verpakt. Zo. Dan zit het hier ook nog vast, denk ik. Maar het gaat er even om dat ik het kan laten zien. Kijk. Het zijn dus wel dezelfde plaatjes die of in het blokje zitten. Dit zijn kleinere. Ook die teksten. Dus het is toch weer anders. En deze zijn wat groter. Warm wishes. Deze is wel heel zoet, moet ik zeggen. Die zou ik zelf met dat geel niet zo snel gebruiken.
cookies verzenden. Dus je ziet ook weer heel veel verschillende. 25 december. En ook deze. Die is iets uitgebreider dan in het kleine blokje. En dit zijn de grotere kaartjes. Ongeveer 10 bij 15 zijn deze. En deze zijn 7,5 bij 10 en een beetje. Tot nu toe allemaal leuk. Even kijken of ik moet scrollen. Dat ik niet... Nou, zie je, blijf je staan. A5 in dit, wat bedoel je daarmee? Dat blokje? Deze? Ja, dat zullen ze wel A5 noemen, denk ik. Dat kan. En dan hebben we, we zijn even met de grootste, de chipboard dingetjes. Iets platter houden, maar die kaart zit zo in dat plastic. Voor album natuurlijk ideaal. En die kun je zo uitdrukken. Ik weet niet of deze al een plaklaag heeft, maar anders moet je dat zelf doen. Maar het past natuurlijk weer, alle plaatjes in dezelfde tint als het papier. En voor de liefhebbers zit dit er ook bijna altijd bij. Ik leg het een beetje zo neer. Dit is veel te leuk, hè, dames? En dan hebben we hier de gewone stickertjes. Dat zijn hele kleine. Voor mensen die bijvoorbeeld een planner bijhouden, zijn deze eigenlijk wel weer heel geschikt. Omdat het niet van die hele grote zijn, maar zo krijg je toch... Je decembermaand in je planner krijgt een leuk tintje. En er zitten twee vellen in. Ook de achterkant heb je nog. En ik denk dat dat inderdaad je planner heel erg opvrolijkt. Probeer het een beetje zo te doen. Dan weerkaatst het niet. En deze kant. Ik vind voor al die banner ideetjes vind ik zelf altijd erg handig. Dat zijn de stickers. En dit is... Collectibles, zoals ik het altijd wel noem. Die zitten, die kun je gewoon losse kaartjes. Dit is dan van plastic eigenlijk. Die gebruik ik iets minder, maar wel als ik bijvoorbeeld van Kimia de... hoe heet ze nou? Die pergamijnzakjes gebruik. Zijn deze heel erg leuk om in te stoppen. En je hebt dan ook... Even kijken hoor, of ik dat een beetje in beeld krijg. Zo. Allemaal losse kaartjes. Weet je wat? Ik ga allemaal gewoon even uit, want deze is toch van mezelf. En dan ga ik er even doorheen roetsen. Om een beetje te laten zien. Zo een beetje duidelijk, ja, hè? Kunnen jullie een beetje kijken wat er zoal in zit. Ook dit zou je natuurlijk heel goed in je planner kunnen verwerken. Een tekst. Holy Jolly. Handschoen. Cadeautjes. Meer Jolly. Leuke beestjes, zo. De chocolademelk weer. De cookies. Kijk nou, een klein hartje. Wat, dat blinkt een beetje, maar dat is niet... Oh ja, kun je zo zien. Je ziet het, past er allemaal leuk bij. In dezelfde stijl. Dit is een gewoon hartje. Kijk, deze bedoel ik. Die vind ik gewoon leuk. Je kan hem een klein hoek en een puntje eruit halen. En dan heb je echt een hele mooie banner. Je plakt hem op met foam. Kant-en-klare tags. Niks mis mee. 25. Wij zitten natuurlijk in Nederland dan altijd weer dat er geen 26 is. Het is op zich wel jammer. Het is hetzelfde als een December Daily. Die zei ook maar tot 25 laten lopen. En ik vind, moet tot 31. Kijk eens. Weer een handschoen. Tekst. Label. Nou, je kan ook op de fietskerst vieren. En de kerstman. Dus je ziet, het is best wel heel veel... Nou, deze laat ik zitten, want die kun je moeilijk zien omdat ze transparant zijn. Dus dat is zonde. Straks laat ik ze kwijt. Oh, hier zit nog één in, maar dat komt straks. En dan hebben we nog de blommekets. Ik heb er hier drie. Meestal zijn er, dacht ik wel, zes verschillende, maar dat wordt ook steeds minder. Maar ik vind dat ook altijd heel fijn als ik bijpassende bloemen. Want je ziet, qua kleur past perfect. En ze hebben ze in alle maten. Dit is iets meer met bling bling. Dus, maar ook dat groen en het beetje dat perzikkleurtje zou ik het noemen. Dus past natuurlijk perfect. Dus dit was eigenlijk alle accessoires. Maar de mooiste komt nog. Ik leg het even een beetje zo neer. Ik wil eigenlijk... Ik heb hier nog een los vel. Als ik die er even bij pak, kan ik daar de linkjes even op laten zien. Even kijken, wat heeft alle kleuren? Zo. De lintenset.
Kijk, alsof het niks is, een heel pakket. Misschien heb ik nou het. Nee, ik haal eerst wel even alles uit de zak. En dan kun je al zien hoe gaaf dat eruit ziet. Dan heb ik het alleen nog als een berg op mijn bureau liggen. Dus ik ga proberen orde te scheppen. De strikjes doen we straks even. Zo. Hupsakee. En dan zal ik het even ontrafelen. Ik begin gewoon. Ik begin met de roze kleurtjes, als jullie het goed vinden. Kijk. Ik leg ze gewoon neer. Dit is een mooie brede. En deze. Moet eens kijken hoe gaaf die erbij past. Het is een beetje. Ja, een beetje vintage roze wil ik het noemen. Met een glittertje erin. Ik vind hem echt perfect erbij passen. Misschien vind je hem niet helemaal duidelijk zo via het beeld. Maar ik kan je verzekeren dat hij er mooi bij past. Dat vind ik zelf altijd een van mijn favorieten. Roze. Kijk. Deze. Als je hem nou bij die bal ziet, zie je gewoon dat het perfect past. Dit zijn ook weer soepele lintjes. Want die vind ik toch eigenlijk het lekkerste werken als ik wil strikken. Ik zocht roze hier. Dit is een van de nieuwe. Het lijkt op een platte veter. Zo kan ik het best wel. Ik weet niet of het zal kunnen zien. Maar het lijkt op een veter die gewoon plat gewalst is, zeg maar. Dit is van dat filter te draad of zo. En ik zag hem nog een keer. Nou, die is alweer weg. Nog een roze. Nee, dat is een witte. Wit past natuurlijk altijd. En dit organza lint is een hele mooie brede. Dus voor een hele mooie strik. Hij is 4 centimeter. Geweldig. Nog een witte. Laat ik die ook meteen pakken. Dat is een heel mooi broderie kantje. Nog een witte. Nee. Dan gaan we een beetje naar het crème. Kijk. Hier zit weer een ijzerdraadje aan de zijkanten. Dus als je hem strikt, blijft hij mooi zitten. Als je hem even een beetje vouwt, zeg maar. En ik heb hier nog eentje die er een beetje tussenin hangt. Tussen roze en crème. Is het allemaal een beetje goed te zien? Ja, het zijn allemaal stukken van een halve meter, deze lintjes. En als het goed is, zitten er 24 in. In nog een roze zie ik voorbij komen. Met in het midden organza en de buitenrandjes zijn dus echt roze. Dan gaan we denk ik maar nog naar het. Ja, een beetje geel ecru. Heel fijntjes is deze. Doe hem even zo, kijk. Leuk hè? En het mooie kantje. Die zit er weer bij. Deze. Weet je wat ik zo leuk vind? Als ik een plaatje heb, vind ik het leuk om hem even over de helft van het kantje te plakken. Dan zie je alleen die boogjes. En dan heb je het idee van een schulpenrand. Dat is altijd wel een leuk effect, vind ik. En dan hebben we hier nog een mooi kantje. Kijk, dat randje is natuurlijk ook heel mooi. Wat ik ook wel eens doe, is dan zo eentje eroverheen. Zodat hij er doorheen schijnt, maar dat je toch twee kleuren kant hebt. Nou, dat waren een beetje de roze volgens mij. Dan heb ik hier het lintje in de groentinten. Dit is satijn. En dit is een beetje katoen. Maar wel een leuke combinatie. En dan heb ik hem ook weer in, ja, ik noem het maar vintage kleuren, die zachtere tinten. Dat is echt een beetje het pastel. En deze is ook erg leuk. Deze hebben we de. Wat ik vaak doe is in het midden. We hebben van die bindertjes, van die draadjes waar je sluiting mee kan maken. Die dan in het midden geeft echt een heel leuk effect eraan. Dit is een hele luxe, zeg, vind ik altijd, omdat die heel mooi is. Kijk, het glimt een beetje, die uiterste randjes. Dit is erg mooi. En dan heb ik deze. Dat is een hele kleine. Wat ook leuk is om die, als je een kantje hebt. Nee, deze toevallig niet, maar die een opening in het midden heeft, kun je hem er doorheen rijgen. Dan hebben we weblint. En weet je, heel. Ja, hoezo moet ik dat zeggen? Heel gewaagd, dat zocht ik. Beetje rood tinten, maar als je daar kijkt, is het echte kleur. En dan hebben we het papierdraad, zoals ik dat noem. Deze is heel leuk om. Als je een haakpen hebt, en die heb ik ergens, en die ik nou niet kan vinden. Maar weet je, als je een bloementoef hebt, en je hebt een. Ik doe meestal satéprikker dus of een haakpen.
En je gaat deze eromheen wikkelen. Krijg je leuke takjes. Dan knip je hem af. En dan steek je hem zo tussen je bloementoef. En zo kun je heel leuk je bloementoef opvullen. En dit past natuurlijk heel leuk bij de besjes die we in de kerststukjes vinden en zo. Dus we hebben hem in meerdere kleuren, maar hij zit er nu eindelijk hierin. Dat vind ik zo geweldig. Die heb ik al laten zien. Ik mag even weg. Nou, dan kom ik bijna op het eind. En dat is ook het mooie rood. Maar dan een beetje luxe. En als laatste heb ik, kan het ook anders, het lijken net kerstballen. Het draadje met alle parels eraan. Dus als je die meebestelt, weet je dus nu welke lintjes erin komen. Ik had nog even, we hebben dan ook het accessoire setje nog. Maar het is niet helemaal compleet bij mij, maar jullie krijgen hem natuurlijk wel compleet. Er horen rietjes in en meestal komen er ook nog knoopjes en dergelijke in. Maar het was gisteren erg druk in de winkel. Maar in ieder geval, kijk, perfect natuurlijk, hè, deze kleurtjes. En dan de bijpassende strikjes. En dan, daar kun je ook heel goed mee uit de voeten, denk ik. Dus dat komt onder andere dus in het accessoire setje. Dat zit dus niet bij de linten in. Dit zit puur in een apart zakje. Ik dacht 3,95 en het lintenset 9,95. Maar dan heb je wel alles compleet. En ik vind het zo lekker werk als je alles, dat je gewoon alles bij je hebt. En dat je niet hoeft te zoeken in je eigen zakjes van is het wel de kleur. Dus ik zal het even apart leggen, want ik ben nog niet helemaal klaar. De link heb ik al een paar keer vandaag in de groep gezet. Waar je deze lijn kan vinden. Dus ik zou zeggen van wacht niet te lang, want het gaat hard volgens mij. Want de meeste mensen vinden dit toch wel erg leuk. Ik zou een beetje ruimte maken. Dat kan ik straks opruimen, want ik had beloofd dat ik de Sissix mal zou laten zien. Nou, hier heb ik hem. Niet schrikken van de lengte, want het is een knoert. Ik ben er heel blij mee. Terwijl ik hem nog niet eens kon stansen. Want je hebt namelijk, ook al heb je de gewone Big Shot, je hebt wel de lange platen nodig. Tenminste de snijplaten. En kijk, ik weet niet of je de figuren kan zien. Maar dit tot dat is 32,5 centimeter. En ja, dat past natuurlijk niet. Ik heb kleine platen. Ik zal ze er even bij pakken. Dan begrijp je ook wat ik bedoel. Kijk, dit is de gewone maat. Maar ja, je ziet wel, als je hem doorheen haalt, dan mis je een stukje. Dus ik ga morgen een nieuwe plaat halen. En dan ga ik hem stansen ermee. En ik ga er wat mee maken, zodat jullie een beetje kunnen zien wat voor mogelijkheden deze stans heeft. Ik heb het al wel even geprobeerd. Kijk, hij komt er zo uit. Hier de gaatjes. En ik heb dus twee aan elkaar geplakt nu even. Want ja, ik kom maar tot de helft. Dus ik heb tot daar gestanst en de rest aangeplakt met tape. Op zich, alleen de achterkant zie je dan. Maar goed, dat is niet de bedoeling. Maar ik wilde toch even laten zien hoe die er dan uitkomt. En door die kleine platen kwamen de rilvouwen er ook niet goed in. Dus die heb ik met een rilpen moeten doen. Maar hij is gewoon heel erg leuk om hem te vouwen. Tot een boekje. En het staat er trouwens ook op volgens mij. Ja, kijk, de binnenkant van het hoesje wat erin zit. Staat ook in hoe je hem kan vouwen. Je kan hem een beetje met een bolling laten doen. Vandaar ook al die railvouw erin. Dan kan hij, als je die een beetje vouwt, komt hij in een soort bocht, zeg maar. Je kan er boekjes in doen. Zoals op dit plaatje hebben ze er ook kleine notitieboekjes in gedaan. Dus dat is ook ideaal, maar je kan ook gewoon zelf, ik ga dus aan de slag denk ik met Kimiam artikelen om daar iets mee te maken. Maar ik kan het nu nog gewoon niet laten zien omdat ik niet een lange plaat heb. Dus het is gewoon een heel mooi model, maar ja, hij is groot. En, maar ik kan wel een klein beetje zien hoe die dan, dit is dan de zijkant waar je bijvoorbeeld een draad doorheen kan spannen en zo je notitieboekje erin vast kan klemmen.
Dus echt, het heeft talloze mogelijkheden. Alleen, ja, ik wil het dan wel goed voordoen. Maar er waren een paar mensen die hem toch wel weer graag wilden zien. Dus dat is hem dus. Ik had ook zoiets van, jeetje, wat een grote. En, oh ja, vergeet ik dat ook nog bijna. De lengte is natuurlijk, wat ik al zei, langer dan een 30,5, 30,5. Dus dan heb je ook alweer een probleem. Maar daar hebben ze ook aan gedacht bij Sissix. Het washable paper. Hele lange rol. Ik denk, mensen die wel eens naar mijn clubdag komen, weten dat wij wel eens met craft tags werken. En dat is eigenlijk een beetje ook dit idee. Craft tags en dit ook is ijzersterk, want je kan het zelfs in de wasmachine doen. Kun je je moeilijk voorstellen, maar dat kan. Je kan het kreukelen. Het is ijzersterk en sommige albums hebben gewoon een hele sterke binding nodig. Dus dat onder andere het Tellet-album wat wij met de clubdag een keer hebben gedaan. En ook het afgelopen album met de canvas hebben wij met dit spul dus aan elkaar gezet. En dan kun je het zo vaak open en dicht doen als je wil, want er zal niks mee gebeuren omdat je dit hebt gebruikt. Waarom het ook in de wasmachine moet, ik weet het niet. Maar ik zie op de verpakking ook dat er tassen en dergelijke van gemaakt worden. En bloempot dingetjes waar je je planten in kan doen. Maar deze is dus wel langer als deze is 50 bij 100, geloof ik. Dus deze kun je wel hiervoor gebruiken. En dan heb je ook een stevige basis, zeg maar. Een stevige cover voor je album. Want de meesten zijn toch wel een beetje als ik. En vooral met journaling ook. Plak je er ook van alles in. Dus het moet wel sterk zijn. Dus vandaar ook dat ze dit hebben uitgebracht. Ik weet even niet of het in meerdere kleuren is. Maar dat denk ik wel. Maar dat zal Femke wel weten. Maar ik ga hier dus nog een keertje live mee. Maar dan wordt dat volgende week. Want dan ga ik hem helemaal laten zien. En dan ga ik kijken wat je er allemaal mee kan doen. Ik heb hem nu nog maar net 2 uurtjes binnen of zo. En ondertussen nog wat andere dingen gedaan. Maar ook omdat ik de platen niet heb, wil ik gewoon wel het goede voorbeeld kunnen geven. En zo heb je toch een klein beetje idee van hoe groot die is. Er zijn al eerdere van die grote uitgekomen. Dus die wil ik ook nog eens even onderzoeken, zeg maar. Maar deze is echt een aanrader. En ik beloof dat ik daar wat. Ze zullen niet beplakt zijn, die voorbeelden. Maar ik wil wel proberen om wat diverse albums ermee te maken. Nou, dan heb ik denk ik alles gehad. Dus de nieuwe lijn, Prima Marketing Center Baby, is voor aardig. De linten set 9,95. En dan heb je 24 lintjes van elk een halve meter. Ook de, hoe heet het, de strikjes en de accessoires set is bestelbaar voor 3,95. Ik weet nog niet of dat online staat. Maar dat zou je kunnen doorgeven in opmerkingen. Dat je die er ook nog graag bij wilt hebben. Ik weet niet hoeveel van die mooie mallen binnen zijn gekomen. Maar heb je echt zoiets van ja. Ik wil niet wachten tot ze op zijn. Bestel dan alvast. En ik kom volgende week in de lucht. En ik denk, ik hoop dat dat lukt op dinsdag. En dan moet ik even kijken. Ik weet niet wat jullie handiger vinden. Of het in de middag of in de avond moet. Dus ik hoop dat jullie dat mij nu een beetje kunnen vertellen. Of ik het dinsdagmiddag moet doen. Of op, ja, het is natuurlijk ook terug te kijken. Maar het is leuk voor mij ook dat er wat kijkers zijn. En je kan onze groep niet vergelijken met een andere winkel, soort winkel die wel alles heeft. Wij zijn natuurlijk een winkel van verpakkingen. En ik wil graag jullie gewoon helpen bedenken van andere dingen. En dat is onder andere dus deze met het chemia-spul, zeg maar. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik wil ook nog even zeggen, de nieuwe scrap en web is weer op voorraad. Ik ben er al druk mee bezig aan het scrappen. Jullie hebben gisteren volgens mij sneak kunnen zien. Dus die is 1 augustus. Wacht niet te lang. Ik ga graag. Ik geef op tijd het huiswerk weer door, zodat je dat alvast kan snijden. Dus ook noteren 1 augustus. Maar in ieder geval volgende week probeer dinsdag. En ik hoor dan nog wel wat jullie graag willen. En dan maak ik in het weekend wel bekend of het nou 's ochtends of 's middags of 's avonds wordt. Dan wens ik iedereen nog een fijne dag en een avond. Geniet van het mooie weer. Het zonnetje komt hier nu ook weer door. En als er nog vragen zijn, dan hoor ik aan Femke ze graag. Doeg, doeg!